extreme weersomstandigheden. Door de klimaatverandering zien we ze steeds vaker opduiken. Dat leidt tot droogtes of uitzonderlijk veel neerslag op korte tijd. In het Europese CCC-project bundelen deze partners in de vallei van de Kleine A Molenbeek hun krachten om droogte en wateroverlast aan te pakken in landelijk gebied. CCC staat voor Climate Resilient Community-Based Catchment Planning and Management. Het project maakt middelen vrij voor innovatief water- en landbouwbeheer om klimaatuitdagingen de baas te kunnen. Samen met de landbouwsector en een lokale natuurorganisatie wordt er gewerkt aan vertraagde waterafvoer, waterbuffering en infiltratie in de haarvaten van het watersysteem. Dat zijn de land- en tuinbouwgronden zelf en de grachten die daartussen lopen. Landbouwers konden terecht bij een aantal demonstraties om inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen rond innovatieve bodem- en watermaatregelen. Door die ingrepen en de hermeandering van de waterloop wordt het valleigebied meer klimaatrobuust gemaakt. Wij gingen kijken bij een aantal voltooide projecten. Ik ben Antoine Wouters. Ik heb samen met mijn vrouw en vier dochters hebben wij een boomkwekerij in de omgeving van Bustwezel. Het is in het begin van de oorsprong van de Kleine A. Samen met de provincie hebben ze dan hier een stuw geplaatst. En we proberen dan hier zoveel mogelijk water te bufferen. Zodoende dat de ondergrond minder uitzakt, zal ik maar zeggen, qua water. En met het gevolg dat we ook minder water zullen moeten geven dan, de bovenkant af. Dat betekent dat eigenlijk in de dagdagelijkse praktijk dat we dus minder beregeningsbeurten moeten geven of minder druppelbevloeiing moeten aanzetten. Dus sparen we dan meer dan 70% van het water op. Doordat lokale landbouwers het water via stuwen wat ophouden, krijgen ze in laaggelegen gebieden ook minder problemen met overstromingen na zware regenval. Ik ben Cees Oostvogels uit Essen. Ik heb samen met mijn echtgenoot en twee zoontjes een melkveebedrijf met een kleine vleesveetak. Voornamelijk telen we alles voer voor de koeien zelf. We liggen hier langs de A, dat is sowieso een beekvallei, dus het water van de hoger gelegen percelen drijft door de grondlagen af richting de beek. Dus daardoor is het tegen de beek aan sowieso natter dan bovenop gelegen. En als we dan drainage steken, kunnen we het water versneld afvoeren, zodat de grond ook bewerkbaar en bereidbaar wordt. De pijlgestuurde drainage is eigenlijk een heel simpel principe. De uiteindjes van de leidingen die door de grond liggen over heel het perceel, die worden opgevangen of verzameld in een moerbuis, een grote buis, die komt uit in een pijlput. En in die pijlput kunnen we het niveau opstuwen, waardoor het water eigenlijk niet uit het perceel kan lopen of pas vanaf een bepaald niveau. Dus we kunnen het waterniveau in de grond volledig regelen. Vroeger heeft men hier de waterloop, de Kleine A, rechtgetrokken. Ook eigenlijk verbreed en verdiept om de landbouw te optimaliseren. Het nadeel is eigenlijk dat dan het water ook wel sneller verder afwaarts was. Het was eigenlijk een soort van snelweg voor water geworden. Om dat een beetje tegen te gaan, hebben ze ook tegelijk stuwen in de waterloop gezet. Maar dat maakte eigenlijk dat het water dus op sommige plaatsen te hoog stond permanent voor landbouw en op andere plaatsen het afwaartse stuw te laag. In het kader van het CCC-project heeft de provincie dan eigenlijk gezocht naar maatregelen waar dat de waterloop te langer wordt, met toch meer bochten in. Tegelijk hebben we ook geprobeerd om de huidige waterloop wel te behouden. Dus hebben we tot die tijd meer buffercapaciteit, dus meer ruimte om het water plaatselijk vast te houden. Het water gaat dus ook niet meer zo snel weg. De stuwen die er waren, hebben we eruit gehaald. Die vormden eigenlijk op zich een vismigratieknelpunt. Vissen konden niet van afwaarts naar opwaarts zwemmen, dus die zijn er tegelijk ook uitgehaald. Ja, we staan hier op een stuk voormalig grondgebied van mijn bedrijf. Dit hadden wij gebruikt als een volle grondsgebied, boomkwekerij. De extreme veranderde, dus af en toe kwam er een hele grote hoofdbui. Het water stroomde in één keer af. Er was wel een klein beetje dat het hier bleef staan, maar het ging toch vrij snel via de waterschapsloot naar de grensstraat toe. Er was daar een grote wateroverlast. Deels water vanuit ons kwam. Maar ja, wat doe je ermee? Wij wilden een oplossing. Aan de andere kant ben ik ook imker, ik houd bijen. Dus in gesprekken met het waterschap zei ik dat zo. En zo kwamen we op het idee, kunnen we nou niet natuurlijk iets maken waar ook gelijk bijenbloemen leven. Bij een grote bui, dan stroomt echt het overtollige water van ons bedrijf, stroomt hier in deze wadi. Het eerste water komt in deze eerste plas. Zit er een klein dammetje met een kleine opening, zodat het rustig aan met een klein stroompje naar de mensen van de grensstraat stroomt, zodat daar geen wateroverlast komt.
Komt er toch meer water, dan gaat het grasveld overstromen met de boterbloempjes en de madeliefjes. Duizenden kubieke meters water kunnen daarop. En na een dag of twee, drie zijn die weer langzaam weggevloeid via dat kleine openingetje in die stuw. Dus een mooi systeem. De natuur herstelt zich vanzelf. En de reeën die hier s'nachts verblijven, ja, die hebben ook een mooie schuilplaats. De klimaatverandering zorgt voor heel wat uitdagingen in onze provincie. Wij zijn de grootste waterloopbeheerder. Dat wil zeggen dat wij heel veel werken aan beekherstel. Niet alleen stroomopwaarts, maar in de waterloop zelf. Dat hebben we hier gedaan. We moeten daar met heel veel mensen voor samenwerken. Heel veel partners. Dat kan dankzij CCC en zeker met de steun van Interreg. We staan hier aan de grens van Vlaanderen en Nederland. Maar water houdt zich niet aan de grens. Het klimaat verandert, daar hebben wij een verantwoordelijkheid in. En dat betekent dat we naar het hele stroomgebied moeten kijken. En dat we eigenlijk grensloos moeten samenwerken tussen Vlaanderen met de provincie Antwerpen. En dat doen we heel graag vanuit Nederland. Maar niet alleen tussen overheden, ook met de natuurorganisaties, met de landbouw. En dat we naar de hele inrichting van het hele stroomgebied kijken. Wij voelen ook wel aan dat landbouw gewoon een belangrijke rol kan spelen in het aanpakken van het klimaatvraagstuk. En met name door het uitvoeren van gerichte bodem- en watermaatregelen kunnen we daar gewoon een substantiële bijdrage in leveren. En wat nou zo mooi is, is dat dus ook direct goed voor boeren. Hè? Om dus gewassen beter te laten groeien, beter bestand te zijn tegen droogte, beter bestand tegen wateroverlast, daar hebben boeren direct voordeel van. En daar heeft ook het watersysteem voordeel van. Dus het is eigenlijk een win-win situatie. Water speelt een cruciale rol, zowel in landbouw als in natuur. En het grote voordeel van landbouw is dat wij kunnen ingrijpen op die waterhuishouding. Dankzij de expertise die we opbouwen binnen dit project, is het mogelijk om concrete maatregelen uit te werken, waardoor landbouwers ook waterbouwers worden en daardoor zorgen voor een heel goede waterhuishouding, niet alleen in de percelen, maar ook voor de aanliggende natuur.